Hi, als je met ecologie gaat beginnen, wordt het gelijk ingewikkeld, want je krijgt een heleboel begrippen die je nog niet zo vaak bent tegengekomen. Biotoop, habitat, niche, levensgemeenschap, noem maar op. Ik zal die begrippen even met je doornemen. En we beginnen met een voorbeeld, de vos. Dit is de vos, en de vos is een bezig baasje. Soms vind je hem in de duin, soms loopt hij op het strand de vuilnisbakken af te schuimen, maar ook op het bouwland kun je hem vinden, of in het bos. Overal waar je hem daadwerkelijk vindt, dat is een habitat, dus geografische verspreiding. Maar binnen dat habitat kun je verschillende gebieden onderscheiden. Het strand ziet er anders uit dan het duin. En dat is weer anders dan de duinpolder daarachter. En je hebt ook nog de bossen. Al die verschillende gebieden die er verschillend uitzien en ook verschillende omstandigheden hebben, dat zijn de biotopen. In dit geval heeft de vos dus meerdere biotopen. Dan hebben we nog het begrip niche. Deze plant moet bepaalde temperaturen hebben, daarbuiten kan hij niet functioneren. Hij moet ook een bepaalde vochtigheidsgraad in de grond hebben. Hij moet een bepaalde hoeveelheid nitraten hebben. Hetzelfde met fosfaat. En dan ook een relatieve luchtvochtigheid. Binnen dat gebied, waar die voor kan komen, dat is zijn niche. Maar let op, het wordt nog wat ingewikkelder, want dat is niet de enige definitie van een niche. De niche is ook wat hij doet. Nou, en wat doet die plant? Hij fotosynthetiseert, hij is een producent. Dus het ligt even aan de vraag wat je in moet vullen. Dan gaan we even kijken naar de verschillende eenheden. Bijvoorbeeld een individu, het organisme de wolf. Alle wolven in een roedel vormen de populatie. Alle levende organismen, dat is een levensgemeenschap. Komen ook de abiotische factoren erbij, dan wordt het een ecosysteem. Een min of meer afgesloten gebied waar niet te veel stoffen in en uit gaan. En het grootste systeem wat we kennen is de biosfeer, de aarde. En dit waren de begrippen bij ecologie.